De prelude, hè? Het voorspel, oorspronkelijk het voortraject genoemd, maar prelude klinkt iets muzikaler. De vraag werd er net al gesteld. Hier krijg je een mooi overzichtje van de presentatieconcerten die we gaan organiseren. Jullie weten 27 categorieën, 13 volgens koor, bezetting, 14 volgens genre die brengt. Splitsen die een beetje op in twee categorieën, twee genres, de lichtere muziek en de algemenere categorieën, het is maar een naam. De kleurtjes corresponderen met de data links. Waarom splitsen we dat op? Niet omdat we dat uit elkaar willen houden, maar omdat we de vraag kregen van Cor in het verleden, van ja, als er een jury is, willen we wel een jury waar dat echt experts in zitten. Als wij met een showchoir komen, willen we dat daar mensen in zitten die daar iets van weten en die ons tips kunnen geven. Want dat is de bedoeling van een presentatieconcert. Je doet mee, je krijgt feedback, evaluatie en daarmee ga je aan de slag om je voor te bereiden op de World Choir Games. Daarom hebben we het opgesplitst, zodat de jury telkens echt heel goed gekozen is. Het zijn eigenlijk vijf periodes. Turnhout al redelijk binnenkort. Roeselare, dat is niet zo ver van hier. Niet veel later. En dan heb je Genk. Oktober, dan merk je, Genk zit al na de early bird inschrijving. Komen nog eens terug naar Roeselare. Zie je goed, hè? En dan sluiten we af in Gent op 1 december. Dat is de dag voor de afsluiting van de inschrijving. Dat is echt de dag van de laatste kans. Ook al zijn er categorieën waarvoor je 20 minuten moet zingen tijdens de wedstrijd, op de presentatieconcerten beperken we tot 15 minuten. Maar we volgen wel het reglement. Dat wil zeggen, als je voor een bepaalde categorie kiest, ik zeg maar iets, Champions Competition, hedendaagse muziek, dan moet je 4 werken zingen, mag 20 minuten duren. En dan mogen die 4 werken niet uit hetzelfde land komen, moet wat variatie zijn. Dat staat allemaal in de boekjes gespecificeerd, ik ga er niet op ingaan, maar hou daar al rekening mee op de presentatieconcerten. Wat bieden we? Uiteraard een podium waar ook alles aanwezig is. Hè. Stel dat je iets nodig hebt van techniek bijvoorbeeld, dan zal dat er zijn. De jury, heb ik net verteld, die wordt erop afgestemd. Je krijgt uiteraard, want daarvoor doen we het, de feedback waarmee je aan de slag kan gaan. En de kwalificatie, dat hebben jullie ondertussen ook al begrepen. Zelfs als je niet meedoet aan die presentatieconcerten, als je zegt van we gaan ons zelf voorbereiden, we gaan ons eigen traject gaan, de presentatieconcerten zijn wat te dichtbij, we gaan nu beginnen, maar we zijn waarschijnlijk maar klaar in juni 2020. Wel, je kan je laten coachen. Koor en stem. Tast in de buidel. Normaal gezien heeft een koor dat aangesloten is bij Koor en Stem, maar de koren die dat nog niet zijn, zullen dat snel worden, denk ik, als ze dit horen. Die hebben recht jaarlijks op 6 uur koorcoaching. Ja. Stemcoach, directiecoach, iemand die het koor komt ondersteunen op een bepaalde manier. Dat wordt uitgebreid. Zoals je ziet, krijgt een koor dat zich inschrijft voor de World Choir Games daarbovenop nog een keer 12 uur. Dat betekent, je hebt in 2019... heeft elk koor al recht op 6 uur. In 2020 heb je al recht op 6 uur en daar komt nog een keer 12 uur bovenop. Dat is dus een pak en daar moet je echt van profiteren. Dat is echt bedoeld om investeren in kwaliteit. De kwaliteit is er al, maar iedereen weet het. Doe je mee aan een wedstrijd, ga je naar een concert toe, wat u gesteekt een tandje bij. Je gaat proberen om nog beter te presteren. En dat willen we ondersteunen. Voilà. De laatste lijn vat het een beetje samen. Puntje, puntje, puntje kan ingevuld worden. Als jullie zelf zeggen van wij hebben eigenlijk een fantastische coach die we zouden willen inschakelen, dat mag ook een buitenlandse coach zijn, laat die komen. Het is wel zo dat Koor en Stem het beperkt financieel tot de standaard bedragen die voor Vlaamse coachen geregeld worden. De verplaatsingskosten betalen jullie sowieso zelf. Dat is standaard ook bij de coaching, tot nog toe.